Voor Mats Zeuntjes was 2016 een bijzonder jaar. De middenvelder verliet zijn geboorteplaats Breda en maakte de stap van Jupiler League naar subtop Eredivisie. In het begin van het seizoen kreeg Zeuntjes weinig speelminuten. Maar de laatste weken voor de winterstop behoorde hij tot basis 11 van trainer John van der Brom. Ik vind dat ik wel gewoon voldoende zelfvertrouwen heb om te zeggen dat ik daar niet op hoef te kijken. Het is wel zo dat ik wel best wel belangrijk geweest ben in die wedstrijden, vind ik zelf. Maar ja, het is wel wat je zegt, ik ben van ver gekomen. En ik wist dat het niet makkelijk zou worden, zeg maar. Er is veel concurrentie hier. Ja, en dan had ik ook nog bepaalde andere factoren die niet meehielpen met de blessure. En het was wel pittig, maar ik ben gewoon keihard door gaan trainen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik nu basisspeler ben. Begin van het seizoen deed ik heel veel op één tempo. En hier moet je toch, vooral tempowisselingen zijn belangrijk. Dat je alles toch in wat hoger tempo doet. Het vrijlopen, het doordekken, fel op de tegenstander zitten. Ja, normaal was ik wat rustiger, zeg maar, in mijn looptempo. Ja, dat moest omhoog. En daar zijn we binnenin gaan werken en dat hebben we vertaald naar het veld toe. Het heeft me wel een bepaald gevoel dat ik succesvol ben, zeg maar. Dus dat zijn wel dingen die je graag wilt ervaren als topsporter. Dus dat is meer het gevoel wat ik in mijzelf heb. Dat naar buiten, misschien dat je iets vrolijker bent of iets meer. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het is niet dat ik andere dingen ga doen of een andere persoon word. Want het is toch best wel een stap voor jou. Wat je zegt, je komt echt uit Breda, daar ben je geboren, getogen, noem maar op. En dan maak je de stap helemaal naar Alkmaar. Ja, dat is toch wel spannend. Ga je aanhaken bij dat niveau? Ja, precies. En ben dan natuurlijk ook wel in de Eredivisie gevoetbald. En ik twijfelde daar zelf niet aan. Ook de mensen om mij heen en de mensen bij NAC, die zeiden ook van wij zijn ook van overtuigd dat jij gewoon een subtop van Nederland makkelijk aan kan. Dus dat is wel mooi dat mensen dat ook zeggen. Ja, zelf had ik ook wel die overtuiging dat ik dat aankom. Maar jij blijft er redelijk rustig onder? Ja, ik blijf er redelijk rustig onder. Ik bedoel, er zijn nog genoeg betere spelers als mij. Dus ik ben nog lang niet de beste. Dat zal ik ook niet gaan worden, denk ik. Maar je moet altijd streven naar een hoger doel, denk ik. Ik ben als basisspeler 2016 uitgegaan. En ik moet zorgen dat ik als basisspeler 2017 inga. En dat we dan als team mooie resultaten gaan boeken in het tweede seizoen zelf.